Ik vind achteruit. Ik woon hier al vanaf 1993. Ik woon dan met benedenwoning. Dus ik zie van alles wat er gebeurt. Ik woon op een hoekwoning. En ik zie gewoon wat er allemaal misgaat. De jeugd van tegenwoordig, of die jongens van tegenwoordig, die zitten gewoon op de hoeken. Ze zitten voor je raam te drinken, uit te schelden, te vechten met elkaar. En als je er wat van zegt, dan krijg je gewoon een grote mond terug. Hangjongeren voor mijn raam. En heel veel lawaai maken. En onbeschoftheid als je iets van zegt. En zelf hebben ze me bedreigd 2 keren. En als je iets van zegt over de hanggedrag voor je raam, bij je deur en zo. Dat zegt ze dan? De ene keer zei die jongen tegen mij van, ik ga de politie bellen. Toen zei hij, bel de politie en dan ga je zien wat er gaat gebeuren. En de andere keer zei die jongen, ik kill je moeder. Wat probeert u eraan te doen? Ik heb het een paar tijd, een jaar of 2 jaar zelf proberen te oplossen. Maar dat hielp natuurlijk niet. Dus ik heb gelukkig de buurt ambassadeur. Ik heb de gemeente gebeld, de politie van de buurt gebeld. Ik heb Fontrix ook heb ik in aanraking meegekomen. En dat zijn de mensen die ik nu voor hulp vraag. En? Het heeft 80% geholpen, moet ik zeggen. Maar 20% er is nog steeds. Dus er zijn dagen dat het rustig is. En dan ben ik heel blij. En dan voel ik me beter in mijn huis. Maar die andere 20%, dan zijn ze weer voor mijn deur. Ja. En ik bel de politie. Soms komt de politie met hun praten, maar het is gewoon een beetje lachen. Een beetje lachen, een beetje vriendelijke manier. Proberen hun ook met hun te praten en hun hebben de scheid aan. We hadden een keer een gesprek bij de gemeente. En heel veel mensen durfden er niet te komen. En er was met heel veel overtuigingen waren de mensen toch gekomen. Er wordt zelf eieren. Als je iets zegt en ze weten dat jij de politie hebt gebeld, wordt er eieren tegen je raam gegooid. Er werd eieren 2 keer tegen mijn raam gegooid. Bedreiging, wat ik al had gezegd tegen mij. Ik heb een buurman die werd ook bedreigd. Die man hebben tegen die man gezegd van, we weten waar je woont. Dus je bent niet veilig. En de andere man die ik ken, die is ook bang om iets te zeggen. Want hij is bang dat zijn auto wordt gekrast daar buiten. Dus het is, mensen zijn bang. Niet bang in de zin van, ik ben bang voor je. Maar bang om achteraf al die ellende te gaan meemaken. Weet je, dus daar heb je dan echt geen zin in. Wat denkt u dat er zou moeten gebeuren? Nou, ik vind dat er heel veel al gebeurt hier in de buurt voor de jongeren. Maar ze pakken het gewoon niet aan. Sommigen wel, maar sommigen gewoon niet. Maar zijn die projecten dan niet interessant voor de jeugd of wat is er dan? Ik zou het eigenlijk ook niet eens meer weten. Ik denk, nu is het handhaving. Er is niks anders nu. Het is gewoon handhaving. Want als je niet met de ouders kan praten dat jouw kind overlast brengt aan anderen, dan denk ik dat het nu tijd is voor handhaving. Ja, handhaven vind ik, kijk, terecht wat de andere dame zei. Zij heeft er heel veel last van. Dus op een gegeven moment is het tot en met hier. Dus dan moet er gehandhaafd worden. Ik vind handhaving dus de laatste middel dat gebruikt moet worden voor de jongeren. Maar ik denk aan de buurtsupermarkt. Als wij als vrijwilligers, noem maar op, als Stichting 6, de buurtsupermarkt kunnen overnemen om ouderen en vooral jongeren aan de baan te helpen. Maar wij hebben dan natuurlijk wel steun nodig. Steun nodig van Stadsdeel, Wooncoöperatie, bedrijven rondom. Om dat op te richten. Ik denk zelf als we de buurtsupermarkt zullen oprichten, dan wordt het ons eigen ding. Ja, dan is het niet van iemand anders erbij. Het is ons ding. En dat maakt een buurt veel sterker. We zijn dan een erkend leerbedrijf. Jongeren kunnen stage bij ons lopen. Ze kunnen een werk, een bijbaantje bij ons vinden. Dus ik denk zelf dat als wij de middelen en de kracht kunnen krijgen van Stadsdeel en de steun, want dat is belangrijk, dat is wat we missen. De steun kunnen krijgen van buitenom om zoiets op te richten, nou, dat zou geweldig zijn. Ik denk dat je de overlast sowieso zou kunnen helpen.